Donderdagmiddag is voor de aanleg van de Rijnlandroute een gigantische boormachine ingehezen aan de Oostvlietpolder. Ja, vandaag is voor ons komen vijf weer een hele belangrijke dag. Een mijlpaal in het project. Vandaag kun je ook zien, achter ons gaat het grote graafwiel van de tunnelboormachine ingehezen worden. Nou, dat gaat in een aantal stappen waar we nu mee bezig zijn. Graafwiel is meer dan 150 ton zwaar. Dat is altijd een belangrijk onderdeel natuurlijk van zo'n tunnelboormachine. Nou, daar willen we ook vandaag weer even een beetje bij stilstaan met z'n allen. Deze boor zal een 2,5 kilometer lange verkeerstunnel graven als onderdeel voor de nieuwe N434. Deze weg moet de doorstroming van het wegverkeer vanaf de A4 met 2x2 rijstroken naar Katwijk verbeteren. Ja, de Rijnlandroute is natuurlijk een bijzonder project, zeker voor de omgeving. Er is tientallen jaren al over gesproken en eindelijk komt die verbinding er dan tussen oost en west, waardoor het verkeer in de centrum van Leiden erg ontlast wordt. Op 15 juni kan iedereen komen kijken naar de bouw. Ja, binnenkort is de nationale bouw van de dag, 15 juni. Wij stellen ons project dan ook die dag open voor het publiek. En ja, we hopen en verwachten er ook dat er wel echt wel een paar duizend mensen komen kijken. Wij zullen de startschacht waar de tunnelboormachine dan opgebouwd is en twee weken later dan ook werkelijk begint, zullen we openstellen voor het publiek in een mooie georganiseerde vorm. En wij hopen dat het publiek dan ook voltallig komt kijken.